Zo, we gaan starten met een nieuw project. En dat wordt best een groot project. We gaan een assistentiehond proberen op te leiden. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik wil eens kijken hoe ver ik ga komen. Een van deze twee dondersteden die gaat het worden. En ik ben ze nu aan het selecteren. Ik heb al wat signalen opgevangen. Wat me wel bij het ene hondje bevalt en wat minder bij het andere hondje. Het hondje wat mijn voorkeur heeft, heeft een roze halsbandje om. Die is wat zekerder, die stoort zich niet zo heel erg aan de camera op de stok. En zoals je ziet, dit hondje wat nu in beeld is wel. En een hondje met het roze halsbandje, die gaat gewoon lekker zijn eigen gangetje. En dat bevalt me een stuk meer. Vandaag ga ik dus wat testjes doen. Die zijn ook handig om als je zelf een pupje gaat uitzoeken. Je kan niet alles wat ik nu laat zien, zou je kunnen doen. Maar dan heb je wel een beetje een beeld waar ik nou op let qua karakter als ik een hondje uitzoek. Nou, een van de eerste dingen, excuus voor mijn stem trouwens. Het ligt niet aan de whisky van gisteravond. Maar ik heb keelontsteking. Dus mijn stem is niet zo best. Maar volgens mij is het nog wel verstaanbaar. Ja, eerste testje wat ik ga doen is simpel kijken hoe die met een andere hond op een andere hond reageert. Ik doe trouwens alles ga ik apart van de puppy's doen. Kijk, dit bevalt me al. Hè? Hij pakt de hondenriem. Ondanks dat Coco heel wild is. En hij denkt, hé, dat is leuk. Ik ga erachteraan. Ik ga mooi spelen. Hij is natuurlijk voorzichtig. Dat is logisch. Hij ziet Coco voor het eerst. Maar dit bevalt me op zich wel prima. Zoekt wel een klein beetje steun bij mij nu. Maar dat vind ik nog niet zo bijzonder. Hè, als je voor het eerst zo'n wilde bras als Coco tegenkomt. Ja, wat ik net zei, is ik doe alles apart van elkaar. Als je de twee hondjes, de twee puppen bij elkaar zou houden, dan gaan ze zich aan elkaar optrekken. En dan krijg je een heel ander beeld. En ik vind het juist belangrijk om te zien of ze het zelf op kunnen lossen. Als ik een pup voor de sport ga uitzoeken bij een fokker, dan vraag ik altijd aan de fokker of het hondje van mijn voorkeur en mijn tweede voorkeur. Of ik die apart in een vreemde omgeving mag zetten. Sommige fokkers doen daar helemaal niet moeilijk over. Anderen vinden dat wat minder prettig. Ja, dus, maar ik doe dat altijd wel, want dan krijg ik het juiste beeld. Dit is hondje nummer 2. En je ziet eigenlijk al een heel ander beeld, hè? Die is lang niet zo comfortabel. Ja, je ziet dat hij wat ineenduikt. Dat is gewoon onzekerheid. Dat wil niet zeggen dat het een slecht hondje is van karakter, maar hij heeft wel een minder sterk karakter. Tenminste, op het eerste gezicht met een andere hond. De andere testjes die ik zo ga doen, daar kan hij wel een heel ander beeld geven. Nu is het toch vaak zo dat het ene hondje daar goed in is en het andere hondje in andere dingen. Alleen, ja, voor assistentiehond wil ik een sterk karakter hebben. Ik wil dat hij zich snel kan herstellen, snel kan wennen aan nieuwe situaties. Daarom zet ik ze dus ook in de nieuwe situaties. En het zelf oplossen en uitvogelen hoe hij om moet gaan met nieuwe situaties. Ik denk dat dat een van de belangrijkste kenmerken is van een goede assistentiehond. Ja, vroeger deden we dit soort testjes met onze Duitse dog, maar die is overleden al een heel poosje geleden. Coco is ideaal qua karakter. Hij is lief, hij zou nooit een ruzie zoeken met een andere hond. Hij is alleen nog zelf ook nog jong, dus hij is vaak nog wat te wild. En dat is voor die pupjes best wel spannend. We gaan verder met de volgende testjes. Hier zie je al glimpen onze nieuwe aanhangwagen. Deze hondjes hebben allebei nog nooit aan een lijntje gelopen. Dat is wel belangrijk om te weten. Dus ik heb hier een kleine staking. En we gaan nu naar binnen in een omgeving van het huis waar ze nog nooit geweest zijn. Nou, dat gaat vrij soepel.
Het hondje die ziet er vrolijk uit en die, ja, die is niet bang. Hè, dat, hij kijkt dat om zich heen, zo van nou, nieuwe situatie. Maar hij is al snel weer bezig met de dingen die hij graag wil doen. Hij wil zo direct in de hoek van de bank bijten. En ja, dat, dat zegt voor mij dat hij niet zozeer met de omgeving bezig is. Hè. Dus hij is meer bezig met de dingetjes die hij leuk vindt. En dat is dingen pakken. En dingen pakken, laat dat nou net iets zijn wat ik heel handig ga vinden voor een assistentiehond. Dus dan ziet hij zichzelf heel eventjes in de haard. Maar ook dat vindt hij niet echt heel erg spannend. Er zijn honden die durven niet eens langs een etalage eraan te lopen. Ja, dit vind ik het mooiste. Hij pakt gelijk een slof op het moment dat hij naar buiten gaat. Dus hij is gewoon lekker zichzelf. Dan hebben we hondje nummer 2, daar gaan we precies hetzelfde mee, mee doen. En dan zie je dan dat daar een hele andere, dat hij een heel ander beeld afgeeft. Gaat ook even in staking, net als die andere. Alleen, ja, die staking die duurt wat langer. Ja, en dan, ja, dat bevalt me dan weer niet. Hè? Dat, en nogmaals, het is niet een slechte hond. En je, die kan prima functioneren straks. Hè. Dit, dit gaat echt wel over als je met hem gaat oefenen. Alleen ik zoek nou juist het hondje die het snel zelf op kan lossen. En hier moet ik best wel wat moeite doen om hem mee te krijgen. En hoewel zo'n hondje prima kan functioneren hè, als je ermee gaat, gaat oefenen. Zal je dit beeld vaak wel weer terugzien op het moment dat je in nieuwe situaties komt. En ja, dat is gewoon niet handig hè, als je straks bijvoorbeeld langs een of naast een rolstoel moet lopen. Maar goed, we zijn eindelijk binnen en dan lijkt het best, best goed te gaan. Ja, hij, hij loopt hier naar binnen en ja, je denkt van nou, dat valt allemaal nog wel, wel mee. Alleen er zit een heel groot verschil in en dat is dat hondje nummer 1, om het maar even zo te noemen, die was bezig met, oh wat leuk, wat gaan we pakken hier? En dit hondje die is eigenlijk weer bezig van, hoe kom ik hier weer weg? Kijk maar, hè, dat ziet hij zichzelf ook even, reageert hij trouwens ook prima op. En dan denkt hij, nou doei. En die ander die was bezig, oh wat leuk, we gaan wat pakken. We gaan in de hoek van de bank bijten. En als ik naar buiten loop, pak ik nog een keer een slof. En dat deed die ander niet. Dit is weer het hondje met het roze halsbandje. Dus dat is mijn, mijn voorkeurshondje nog steeds. Ja, dan doen we eigenlijk iets geks. Hè? Dan laat ik hem de aanwagen inlopen. Dat is best wel vreemd natuurlijk. Zoiets heeft hij uiteraard nog nooit gedaan. Moet hij toch de klep oplopen. Dat maakt een gek geluid. En dan moet hij toch een soort van donker, donker gat in. Ja, hondje nummer 2 nummer weer. Kijken hoe die gaat reageren. Het gaat ook nog niet zo slecht hoor, dus dit is best wel vreemd, het maakt een raar geluid, je moet het donker inlopen, hè? Dus nu, ja dat is best wel spannend voor die jonge beestjes. Hier ben ik nog helemaal niet zo, zo ontevreden over. Dus ik heb, dus ja, hoewel ik er niet ontevreden over ben, is het focushondje met het roze halsbandje. Nog steeds het voorkeurshondje. Hier zie je dat, hè, dit is weer het hondje met het roze halsbandje. Dan gaan we eens kijken hoe ze dus, gaan reageren in het centrum. We beginnen gewoon in het centrum van Slagharen, daar is het niet zo heel druk. En niet zo heel druk, dan zou je misschien zeggen van dat is makkelijker. Maar mijn ervaring is juist dat dat moeilijker is. Ik zal daar nog eens een keer wat over gaan vertellen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat op het moment dat je zo'n jonge hond midden in Amsterdam op een drukke zaterdagmiddag neerzet, dat hij daar makkelijker mee om kan gaan dan dat je in een centrum zoals Slagharen bent, waar af en toe eens een keer een auto en een mens langs loopt. Want dat is, dan hebben ze meer tijd om weg te duiken ergens voor. En op het moment dat het heel erg druk is ergens, dan komen er zoveel indrukken op zo'n hondje af, ja, dan weten ze het eigenlijk helemaal niet meer en dan lopen ze maar gewoon. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dat is net zoals in het centrum gaat het vaak beter dan bij ons in het buitengebied. In het buitengebied bij ons daar rijden 3 auto's en een tractor langs op een dag.
En dan reageren ze daar veel sterker op. In het centrum, met mijn voorkeurshondje, is kijken of het mijn voorkeurshondje gaat blijven. Het is erg belangrijk hoe die op auto's reageert. Je ziet, daar schrikt ze wel eventjes iets van. En daarna kijk je hem gewoon na. Die hondjes zijn nog nooit in het centrum geweest. Dan heb je gelijk het juiste beeld te pakken hoe ze op een nieuwe situatie reageren. En dat valt me best wel mee. Ik heb dat veel erger meegemaakt. En dat is ook goed gekomen. Nou, hier loopt hij toch vrij makkelijk. En ziet er nog wel vrolijk uit. In ieder geval is dat wat mij betreft een prima beeld. Dus ik wist, ja, ik, eigenlijk wist ik al van tevoren welk hondje het zou worden. Maar het is altijd goed om dat bevestigd te krijgen. Oh, wat leuk, een mens. Dan gaan we eens even naar kijken. Dat zijn van die dingen, dat is prima gedrag wat mij betreft. Nou begint het toch wel wat veel te worden en dat opspringen, dat is vaak toch wel een teken van ik zoek steun. En dat doet die ander nog veel meer eigenlijk. Dus andere mensen nog eventjes dicht erlangs. Oh, dat vindt hij ook wel interessant. Dus ja, dit is prima. En dan gaan we weer terug naar de auto. Want dit is eigenlijk, voor zo'n jong hondje is het al meer dan voldoende wat ik vandaag heb gedaan. Dus dan gaan we terug naar huis, gaan we die andere ophalen. Eens kijken hoe zij reageert. Nou, hondje nummer 2. Ga er maar eventjes voor zitten. Ik heb nog getwijfeld van ja, zou ik dit helemaal zo laten zien? En ik denk ja, ik moet dat eigenlijk gewoon laten zien, want dan kan je de verschillen goed zien tussen die twee hondjes. En als ik nu ga zitten knippen in deze beelden, ja, dan lijkt het net alsof dit hondje het net zo snel oppakt als het andere hondje. Ja, en zoals je ziet, dat is dus gewoon niet zo. Deze hond die is gewoon veel minder zeker. En heeft gewoon een ander karakter. En dat is ook wel mooi om. Ik heb toch alle tijd voordat ik er de auto in krijg om wat te vertellen. Iedereen hamert altijd maar van. Ja, een hondje moet gesocialiseerd worden en die moet zoveel mogelijk zien. En dan komt alles goed. Ik heb ooit al eens een video gemaakt en dat gaat over pup socialiseren in coronatijd. En waarom ik denk dat corona. Wat betreft het socialiseren van honden, nog helemaal niet zo slecht is. Maar kijk die video, dan begrijp je wat ik bedoel. Maar iedereen hamert maar op van, nou, je moet ze zoveel mogelijk laten zien en dan komt alles goed. Alleen de mensen vergissen zich, of ze weten het niet, dat een heel groot deel, dat zit gewoon in het hondje. Deze twee hondjes, die hebben in hun leven exact hetzelfde meegemaakt. Dat zijn twee zussen van elkaar. Die zijn altijd samen geweest. En dan zie je toch dat het ene karakter het andere karakter niet is. Dus dan kan je socialiseren totdat je een ons weegt. En natuurlijk krijg je dit een heel stuk beter. Alleen nooit zo goed als met die ander. Dus dat is wat je moet beseffen. En daarom moet je. Dus waarom zeg ik dit nou? Daarom moet je op het moment dat je een pup gaat uitzoeken, dan moet je daar goed naar kijken. Wat de verschillen zijn tussen de hondjes en welk hondje past het beste bij jou. Dat andere hondje, mijn focushondje, die is veel meer bijterig. En dan kan ik je nu al vertellen, daar krijg je problemen mee. Vooral als je jonge kinderen hebt. Ja, dat die heel veel gaat bijten en alles gaat pakken. En met dit hondje zou je daar veel minder last mee hebben. Maar goed, we zijn in het centrum aangekomen. Dat duurde, zoals je zag, een heel stuk langer. En dat beeld wat hij bij mij thuis op de oprit afgaf, dus dat stakingsgedrag en ik vind het allemaal spannend. Ja, dat is in het centrum niet veel anders. Dus ik heb mijn keuze gemaakt. We gaan nog even verder kijken naar de beelden. Maar ondertussen wil ik je graag vertellen van, nou, wat gaan we nou precies doen?
Nou, ik ben er eigenlijk blanco ingegaan. We zijn al een paar weekjes onderweg op het moment dat ik dit inspreek. Ik wilde gewoon eens kijken van nou, hoe ver ga ik komen. Nou, ik kan je nu al vertellen, best ver. En dat gaat echt heel erg leuk. Het is nog lang geen assistentiehond. Alleen, ik heb ongelooflijk veel plezier in het trainen van alle trucjes die een assistentiehond zou moeten kunnen. Uiteindelijk moet dat hondje ook geplaatst gaan worden bij iemand die daar echt iets aan heeft. Dus dat mag maar eens kijken hoe we dat gaan invullen. Wat het leuke is, dus ook al wil je geen assistentiehond of hulphond zelf gaan opleiden, wordt het toch een hele mooie serie, omdat ik zonder klikken ga werken. En eigenlijk zijn al mijn video's tot nu toe met een klikker geweest. Dat heeft ook nog steeds mijn voorkeur. Omdat dat duidelijk is, makkelijker is, het sneller gaat normaal gesproken. En je, op het moment dat je zonder klikken gaat werken, dan heb je eigenlijk gewoon meer ervaring nodig. Maar het is wel leuk om een andere trainingsmethodiek te zien. En voor mij is het heel leuk om te doen. Ik heb dat ooit eerder gedaan met drie Duitse herders die ik voor de IGP heb afgericht zonder klikken. En dan is het voor mij ook wel weer leuk om, ja, om eens een keer wat anders te doen. Ik vind het eigenlijk zo leuk dat ik inmiddels met een tweede assistentiehond bezig ben. Ook die komt in beeld. Dan kun je mooi de verschillen zien. Het hondje met het roze halsbandje, die heet trouwens Nala. En ja, die pakt het echt ongelooflijk snel op. Dat is echt bizar. En dat was eigenlijk, dat gaat zo snel, dat is bijna niet leuk om uit te zenden. Want op het moment dat je er zelf mee bezig zou gaan en je gaat dat vergelijken, nou, dan geeft dat alleen maar teleurstellingen. Dus ik had nog een jonge Duitse herder, waar ik niet mee verder ga voor de sport. En toen dacht ik van nou, die zet ik ernaast. En die heeft een totaal ander karakter, maar dan ook echt totaal. Die is veel moeilijker te trainen. En ik vond dat wel heel interessant om dat te laten zien. En dan zie je echt twee uitersten. En uiteindelijk lukt dat denk ik ook wel, maar dat gaat nog wel een langere weg worden. Maar in eerste instantie ben ik dus bezig om de basis aan te leren aan twee honden. Van wat ik denk dat een assistentiehond zou moeten kunnen. Maar uiteindelijk een echte assistentiehond, ja, dat is natuurlijk maatwerk, hè? Het hondje moet bij de nieuwe eigenaar passen en de eigenaar die heeft bepaalde wensen wat zo'n hondje moet kunnen doen, moet kunnen oplossen eigenlijk voor die persoon. Dus dan is het mooi als je weet waar het hondje naartoe gaat, want dan kan je ja, echt aan het maatwerk gaan werken. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Vind je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op het YouTube-kanaal.